Goedendag. Ja, hemelvaartsdag zit erop. En dat betekent voor veel mensen dat ze ook even de vrijdag hebben vrijgevraagd en een kort tripje maken binnen eigen land. Maar niet overal is het zonnig. Want in het noorden hebben we te maken met wat laaghangende bewolking of strates. En dan krijgt later vanavond ook wel andere delen van Nederland mee te maken. Maar goed, voor het zover is, is het op heel veel plaatsen wel gewoon zon overgoten. Vandaag heerlijk weer om erop uit te gaan. Vanmiddag hebben we slechts met enkele stapelwolken te maken. En het is toch echt wel mooi weer. Maar goed, die stratuslaag hangen. De bewolking zien we ook goed terug op de satellietbeelden. In het noorden, in de noordelijke kustregio's, hebben we daar echt wel mee te maken. In de rest van het land vandaag nog niet. Pas in de loop van de middag en avond voornamelijk. Dan trekt die stratus langzaamaan langzaam wel weer richting het zuiden. En dan kan het daar ook wel even bewolkt gaan raken. Maar het blijft overigens wel gewoon droog. Dan even naar de weerkaarten voor de komende dagen. We hebben te maken met een drukgebied dat ongeveer hier ligt. De wind waait eerst nog uit het noorden, maar de komende dagen gaat die stroming langzaam wat kantelen. Meer richting het oosten en uiteindelijk zelfs zuidoosten, waardoor met name zaterdag en zondag echt warme lucht richting ons land wordt geblazen. Zaterdag temperaturen tot een graad of 23, zondag mogelijk wel 25 graden. Vanaf maandag wordt het allemaal wat onzekerder, dan komt lage druk dichterbij vanuit het zuidwesten. Maandag kunnen mogelijk al die eerste buien gaan vallen. Het blijft daarbij eerst nog vrij zacht. Maar er zit nog wel wat onzekerheid in de weermodellen. Dit Icon-weermodel die laat die buigheid al vrij snel over ons land heen trekken. Het Europees weermodel is echt wel wat gematigder. Die laat dat hoge drukgebied toch wat krachtiger zijn, waardoor die buienactiviteit flink wordt onderdrukt. Dus het is nog even wat onzeker wat er na het weekend gaat gebeuren. Vandaag is het in ieder geval gewoon droog. Zon overgoten in de middag enkele stapelwolken. In het noorden, daar kunnen we dus wel te maken gaan krijgen met die laaghangende bewolking. En in het noordwesten temperaturen van maximaal graad of 15. In de rest van het land temperaturen tussen 18 en 21 graden. Met erbij slechts een zwak windje uit de noordelijke richtingen. Vanavond verandert er weinig. Die laaghangende bewolking kan zich wel iets verder uitspreiden over de noordelijke provincies. Temperaturen zo tussen 13 en 18 graden. En vannacht uiteindelijk dalend naar 9 tot 11 graden. In het noorden dan ook kans op enkele mistbanken. En de wind die draait al ietsje richting het noordoosten, maar blijft wel zwak. Morgen wordt dan echt een prachtige dag voor allerlei buitenactiviteiten. De temperatuur komt uit tussen 19 en 23 graden, met daarbij een matige wind uit noordoostelijke richtingen. En in het noordoosten en het noordwesten, daar kan eerst nog wel wat stratus aanwezig zijn, maar die gaat uiteindelijk ook wel oplossen. En dan wordt het daar ook zon overgoten. Heerlijk weer dus om erop uit te gaan. En de zondag die doet het nog echt wel een stapje bovenop. Temperaturen tussen 21 en 25 graden, lokaal misschien zelfs 26 graden. Doordat de wind iets is gedraaid naar het zuidoosten, blijft zwak. En daarmee is het ook dan prachtig weer om erop uit te gaan. Vanaf maandag neemt de onzekerheid dus toe. Dan met name in het zuidwesten de eerste kans op een enkele regen- of onweersbui. In het noordoosten waarschijnlijk eerst nog wel droog, maar nog wel hoge temperaturen met een graad of 23. De dagen daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk iets omlaag, maar dat blijft wel vrij zacht. En dagelijks is er dan wel kans op een enkele bui. Tot de volgende keer.